YouTubers willen nog wel eens slecht in het nieuws komen wat betreft hun rijgedrag. Als in Enzo die 220 jekkert over de Belgische snelwegen. Of mijn gelijknamige vriend die tyfus hard zit te rijden op de autobaan. Je auto gaat aan de kant! Hoppa! Waarop ik denk van oké, heel leuk en aardig als jij je wilt misdragen op de weg. Doe lekker je ding, wil je rijbewijs vergooien, doe je ding, weet je. Maar als je het vervolgens gaat zitten filmen, ja, daar ga ik een beetje slecht op. Dus wat ik vandaag graag met jullie zou willen doen, is in een simulatiespelletje genaamd BeamNG Drive, kijken wat er gebeurt als je zodanig snel rijdt, je filmt het en je crasht tegen andere auto's aan. Oké, we rijden gewoon gezellig over de snelweg heen. We zijn onze snelheid aan het opvoeren. We rijden in een... Nou, het is geen Audi, maar wellicht iets vergelijkbaars. Er zal vast wel een Audi in de workshop zitten. En we zijn lekker aan het rijden. Snelheid aan het opbouwen. Hij kan nog sneller dan dit, hoor. Maar we rijden al 180 km per uur. En dit zou op de grens zijn van rijbewijs verliezen. Die Audi gaat nog sneller dan dit. Die gaat veel sneller dan dit. En wat gebeurt er als je met 190 km per uur... BOOM! In een pick-up gaat! You're gonna fuck your day up! You're gonna fuck your day up! Hey! Hey! Don en vader van Don. Leven jullie nog? Vast wel. Zo'n auto zit best veilig in elkaar. Maar het is geen prettig ongelukje om te hebben. Oké, volgens mij kon ik hem zelfs nog op sportmodus zetten ook. Hier, oké, sport. Nu staat hij op sport. Nu zou hij, als het goed is, sneller gaan. We gaan heel wat snelheid opbouwen nu. Net ging het met 190 km per uur. Was toch nog niet helemaal het resultaat wat ik wilde. We gaan harder. Oh shit, er is een afslag. Oh kut, ik wist niet dat er een afslag was. Mijn hele idee naar de getver. Boom! Oké, slecht voorbeeld, maar ik wilde gewoon even tikken. Ja, geinig, leuk. Oh, dit is wel een vlotte bak. Van 0 naar 200 in 10 seconden? Sure. We gaan 220 km per uur wil ik minimaal hebben. 230 en BOP! Dit gebeurt er met je. Je hele auto in één. Dit. This is gonna fuck you up. Zeg, pap, leef je nog met de camera? Of leef ik zelf nog met de camera? Dat is een idee. Maar dat was er volop achterin. Het kan ook een schampertje zijn, weet je. Stel dat je reactie wel gewoon op tijd is. En dan schamp je hem op. Dat gaat. Maar dan moet je hem nog corrigeren. Plus je auto is al een beetje fokt. Hij leunt nu naar rechts toe. Schampertje. Bap. Hoppakee. Ik zit gewoon vast in de volgende auto. I'm stuck, motherfucker. I am stuck. Wee. Bap. Oh. Mijn linker voorband is... Oh nee, rem. Mijn linker voorband was fucked. Nou ja, dit is ook een schade die je niet mee naar huis wil nemen. En dat is wanneer het nog helemaal niet zo druk op de weg is. We kunnen het nog wel drukker maken. Oké, amount of traffic vehicles. 10. Vehicle selection smart. Nou, doe maar random, joh. Ik bedoel, de openbare weg is ook random. Dan weet je nooit wie je tegen gaat komen. Oké, mijn frames die zijn echt gehalveerd door het... aantal voertuigen die er ineens zijn bijgekomen. Maar ja, weet je, je weet nooit hoe druk het is op de snelweg. En we zagen dat het een voorbeeld was dat het best druk was op de weg, toch? Dus jekker hem maar gewoon lekker in een auto. Boom, dit kan er met je gebeuren. Het allermooiste is dan nog, je hebt het in ieder geval wel gefilmd. Dus je hebt spectaculaire vlogcamera beelden. Het scenario wat ik wilde... was meer zoiets. Je schampt iemand, je gaat omver, maar eigenlijk zou het een soort kettingboxing moeten creëren. Ik ga wel ver, zeg. Pop, you good? Oké, nog eentje toe. Om één, nog eentje toe, om er echt, echt een les uit te halen. Jepper hem op zijn achterkant. Hoppakee. Ja, nice. Goed. Oké, dat is het snelwegvoorbeeld. Nu kunnen we natuurlijk die schaling qua snelheid ook toepassen binnen de bebouwde kom. Want vanuitgaand dat je
130 als maximum snelheid mag en je gaat er 90 km per uur boven zitten. Oké, dat is veel. Maar binnen de bebouwde kom is het gebruikelijk dat je 50 mag rijden. En ga daar maar eens 90 boven zitten. Dat is 140. Dus wij gaan proberen 140 te rijden in de stad en kijken wat het resultaat is. Mijn computer kan deze frames niet aan. Wacht even. Oké. Het is... We zijn in een stadscenario met enige heuvels. Het oogt een beetje als... Ik zou zeggen San Francisco. Hier zijn wel echt absurde heuveltjes, zeg maar. Dit heb je in Nederland niet. Dus we zoeken even een recht weggetje. Oké, die zijn een beetje lastig te vinden. Echt, als ik hier ook 140 moet rijden... Ik zou tegen alles aanknallen, joh. Oh, dit oogt wel als een mooi weggetje. Ja. Oké, 140. En daar zit ik nu op. Hier een beetje op houden. Jipper de bepper! Hoppakee, kijk nou wat je hebt veroorzaakt. Potverdikkie. Natuurlijk is het van de zotte om 90 km per uur harder te rijden binnen de bebouwde kom dan toegestaan. Maar we hanteren gewoon dezelfde logica. Als het op de snelweg kan, dan zou het hier toch ook gewoon kunnen? 140 km per uur opbouwende. Nou, ik zat er net aan op hoor. Maar Bob, ik kan nog door. Zak mij dik, dit is GTA. Oké, deze haal ik niet meer. Wat? Mijn auto is naar de getver. Huh? 140 km per uur. Pap. Hoppakee. Oh, dat is ook wel leuk. Moet je kijken, bomen. Misschien is het daar wel geinig om omheen te vouwen. We hebben allemaal bomen langs de weg en lantaarnpalen. Bob. Holy fuck, die lantaarnpalen zijn stevig. Dat werkt niet zoals in GTA. Dat is hard, hè, de realiteit. Oké, een boom dan. Een boom lijkt me ook wel gaaf. We hebben hier heel wat bomen verderop staan. Ik deed al een onrealistische sprong. Wee, Bob. Papa? Had je dat gefilmd? Staat het op beeld? Oh, this can be good. This can be good. Oh, mijn auto houdt er niet meer. Oh. Oef. Ja, dit is flink wat schade. Nu heb ik een circuit ingesteld. En dit is natuurlijk een locatie waar zoiets... Waar hard rijden toegestaan is. Laten we daar even op houden. Maar ik wil ook aantonen dat zelfs op een circuit en zelfs op een locatie waarbij het geoorloofd is om snel te rijden, dat het hier zelfs ook heel erg fout kan gaan. Ze nemen de aankomende bocht wel en we gaan gewoon te laat remmen. We hebben twee bordjes, dat is meestal het punt om te remmen. Oh nee, dat haal ik niet. Grind, 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 pats. Je zit in de muur. En hier zijn nog banden om het te verremmen, maar dit is alsnog een klapper die je niet mee wil maken. Ik zit er nu eens aan te denken, hè. Ik bedoel, ik heb dat ding achter me staan. Wellicht voor de volgende keer. Maar dat gaat een beetje buiten het experiment om. En misschien wil ik dat niet doen om mijn polsen niet te verneuken. Want als je crasht, let maar eens op, met een hoge snelheid. It's gonna fuck your day up. En dan gaat het stuur met force feedback zitten jekkeren, want dat stuur gaat alle kanten op. Oeh, weet je waar ik altijd slecht op ga? Je ziet die vangrail hier toch aan de zijkant? Als je hier, zeg maar, op zo'n punt knalt. Oh, dat is de nachtmerrie, joh. Want in zekere zin word je gewoon gespiest. Of dubbel gevouwen. Hoppa! Hoe hard ging ik daar? Ik zat niet op de snelheid te letten, maar het was niet snel. Ik ben nu eigenlijk gewoon aan het genieten en aan het rijden. Ik geniet er erg hiervan. Oké, snelheid opbouwen. 180 km per uur, 190, 200. Val op de muur in. And you're dead. You're fucking dead. Ja, dat is heftig. Dat is heftig shit. Oeh, een sprongetje. Dat is wellicht wel leuk. Hop. Boom. Ja, het doet ook akelig zeer dit. Oeh, mijn linker voorband is fucked. Help. Help. Die auto heeft echt zo'n zeer zeurderig geluid nu. Wat ik eigenlijk gewoon met deze video wil zeggen. Kijk naar mij. Ik ben wel een goed voorbeeld. Ik doe het wel goed. Kijk, zij die het allemaal slecht doen. Ik doe het wel goed. Nee, ik wil gewoon zeggen van jongens.
Het is allemaal heel leuk en aardig dat jullie op jonge leeftijd een teringdikke auto kunnen aanschaffen. En doe dat ook vooral, maar doe het wel verantwoord, oké? En misschien is het niet zo handig om die shit te filmen. Ook al zit je vader erbij of al ben je in je eentje. Het is gewoon niet zo handig. Nou, ik ga mezelf volgens mij nog wel even verder vermaken met het spelletje door de auto gewoon veelal over heuvels heen te mieteren, zoals hier. Whee! Bob. Top, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij 2 andere video's van mij zien? Druk op de knop naast mij. Zou je graag willen zien dat ik dit spelletje achter het stuurtje ga spelen en misschien mijn polsen ga verneuken? Laat het dan gerust even weten. Dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.